Mijn naam is Santine Grunberg. Ik heb geld ingezameld om het Afro Sci-Fi Museum op te zetten. Het is een pop-up museum en het gaat dus over science fiction, maar dan met een Afro twist. En het is gebaseerd op mijn boek. Waarom crowdfunding? Het was voor mij gewoon heel fijn om eigenlijk ook mijn idee te testen bij mensen. En al te zien van, hey, is het echt iets waar mensen behoefte aan hebben? Bordekunst is het crowdfunding platform voor de creatieve sector in Nederland. Het is een online platform waar je kan crowdfunden. En het is disciplinebreed, dus zowel voor theater, als voor muziek, als voor erfgoed, als voor designprojecten. Ja, in de etalage gaan we dus de expositie doen. Met Voor de Kunst, toen ik het platform ontdekte, dacht ik, wauw, dit is een match made in heaven. Ze hebben mij heel erg geholpen om echt het proces te begeleiden. En ook om je campagnepagina dus in te vullen, waarop mensen dus klikken om te doneren. Dus een goede video, een goed verhaal, zodat het duidelijk is. En dat helpt gewoon echt enorm. Ik wil wel laten zien wat ik allemaal nog meer heb. Ja. Dit is staat een nieuwe tekening die jij heeft gemaakt. Oh, wat super, hè? Ja. Dit is een hele nieuwe stijl. Sinds dit jaar werkt Voor de Kunst samen met provincie Flevoland op het gebied van matchfunding. Dat valt onder het Fonds Culturele Ontwikkeling. En dat houdt in dat de provincie een bijdrage doet aan crowdfundingcampagnes op Voor de Kunst. En dat betekent dus dat er een donatiebedrag in de campagne komt waar ze voor aan het crowdfunden zijn. De bijdrage van de provincie aan mijn campagne heeft mij heel veel zelfvertrouwen gegeven in mijn project. En ook de supporters heel veel vertrouwen gegeven van, hey, dat is een organisatie die ook support. Dus een organisatie die support, dus niet een individu. Nou, dan kunnen wij als individu natuurlijk ook ons steentje bijdragen, zodat dit project er ook echt komt. Dus wij willen laten zien dat je ook iedereen kan superhelpen. Ja, dus, normale foto's met de krachten hier. Ja. En, Nou, ik geef mensen heel graag een zetje in de rug als je een creatief idee hebt. Ga bellen met Voor de Kunst en brainstorm ook met hen en zie wat er mogelijk is. Want er is veel meer mogelijk dan je denkt. En vaak denkt men dat je een stichting moet zijn of wat dan ook. Maar als maker, als individuele maker, kan je door Voor de Kunst gewoon heel veel bereiken. Dus ja, doen.